De wachters van het rivierenhof sluiten de poorten. Bezoekers, fietsers en sportclubs zullen de komende maand 's avonds de ingang tegenover het Zilvermuseum moeten gebruiken. 2 jaar geleden stierven zo'n 500 padden onder de wielen van wagens toen die door het park reden. Vorig jaar, toen de poorten ook vroeger sloten, werden er slechts 3 dode padden geteld. De vrouwtjes is zo geen probleem, want die trekken zo snel mogelijk, verlaat die een slaapplaats en trekken die naar het water. Maar het zijn de mannetjes die altijd onderweg treuzelen en blijven zitten in de hoop onderweg een vrouwtje te kunnen verschalken om gratis mee te kunnen reizen naar het water om dan te paren. En rond 11 uur was het dan zover. Vanuit het niets begon de stoet aan de oversteek. Elk jaar steken zo'n 2000 padden hier de baan over. Soms wel met honderden tegelijk. Sindsdien ondernemen we actie. Sluiten we de poorten bij zonsondergang wanneer de padden beginnen te trekken. En we openen ze pas terug bij zonsopgang als de paddentrek gedaan is. En het mag dan gisteren Internationale Vrouwendag geweest zijn. In de paddenwereld zijn het nog steeds de vrouwtjes die de mannetjes naar de overkant moeten dragen.